In 2015 was ik op zoek naar een nieuwe, gerenoveerde woning. Maar plots stootte ik op de mooie gevel van dit huis, een Art Nouveau-gevel. Toen ik hier de eerste keer kwam, was het huis verdeeld in 3 kleine appartementjes. En zo zijn we stapsgewijs samen met de architect tot 1 geheel gekomen. We zijn eigenlijk van nul begonnen, dus we hebben ervoor gekozen om de gevel uiteraard in zijn volle glorie te herstellen. En ook de trap is blijven staan. En voor de rest hebben we eigenlijk alles afgebroken. Vloeren, plafonds, steunmuren, allerlei zaken werden uitgebroken. En dan eigenlijk is er achter de gevel een nieuw bouw ontstaan. We zijn van in het begin gecontacteerd geweest door de bouwheer om even het pand te gaan mee bezoeken en te zien of welke mogelijkheden er waren. En in die zin was dat wel interessant, omdat we dan onmiddellijk van bij het ontwerp door architect konden in een soort teamformule eigenlijk meehelpen denken van hoe gaan we het uitvoeren, naar prijskwaliteit, naar een aantal aspecten die uiteindelijk bij realisatie ook belangrijk zijn. Als er verschillende activiteiten aan bod komen tijdens de renovatie, is het belangrijk te werken met 1 verantwoordelijke aannemer die eigenlijk de coördinatie op zich neemt voor al de rest. Op die manier zal men minder verrassingen hebben op het einde van de rit als men de eindfactuur moet betalen. Surf naar buildyourhome.be voor een betrouwbare vakman.